Welkom bij Op Koers, een serie over Gods plan in je leven, bij je beroepskeuze, het volgen van je roeping en vragen en problemen die er rond dit thema kunnen zijn. Je luistert nu naar het tweede deel van een reeks van drie met als thema moeilijkheden. Deze reeks gaat over vragen als waarom eindigt een roeping soms in teleurstelling en verdriet? Kan het gevaarlijk zijn om je roeping te volgen? En wat als je ruzie krijgt? Dit tweede deel gaat over gevaar. Er zijn beroepen waarvan het bekend is dat ze gevaarlijk zijn. Maar soms raak je onverwacht in een gevaarlijke situatie. Zo bijvoorbeeld gijs. Bij het kerkje waar gijs moet spreken, posteert de lijfwacht zich bij de ene ingang. Een plaatselijke politieagent staat bij de andere ingang. Wanneer gijs opstaat en naar het spreekgestoel te gaat, stelt hij zich voor hoe het is. Als terroristen het kerkje bestormen, hun wapens leegschieten en hun granaten naar binnen gooien. Dat is de laatste maanden al verschillende keren gebeurd in dit deel van de wereld. Dan ziet hij de gezichten voor zich van zijn vrouw en kinderen thuis in Nederland. Had hij dit wel moeten doen? In de Bijbel gaat het vaak over gevaarlijke situaties. Paulus beschrijft hoe hij dat in zijn bediening aan toeging. In 2 Korinthe 11 vers 16 tot 33. We lezen dat Bijbelgedeelte in de Herziene Statenvertaling. Nogmaals zeg ik, laat niemand denken dat ik dwaas ben. En als u dat toch doet, Ontvang mij dan ook maar als een dwaas, zodat ook ik een beetje zou mogen roemen. Wat ik nu zeg, zeg ik niet overeenkomstig de wil van de Heeren, maar als in dwaasheid wanneer het gaat om dit punt van roem. Omdat velen roemen naar het vlees, zal ik ook eens roemen. Want u verdraagt met genoegen de dwazen. U bent immers zo wijs. Want u verdraagt het als iemand u tot slaven maakt. Als iemand u verslindt, als iemand het uwe afneemt, als iemand zich boven u verheft, als iemand u in het gezicht slaat. Tot eigen oneer zeg ik, wij zijn zwak geweest. Maar waarin iemand ook durf toont, ik spreek in dwaasheid, daarin toon ook ik durf. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij nageslacht van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Ik sta boven hen. In ingespannen arbeid veel vaker, in slagen bovenmate, in gevangenissen veel vaker, dikwijls in doodsgevaar. Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegezeld. Eenmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders. In inspanning en moeite. Vaak in nachten zonder slaap. In honger en dorst, vaak in vaste, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Als iemand zwak is, zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn? Struikelt iemand, zou ik dan niet branden van verontwaardiging? Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. De God en vader van onze Heer Jezus Christus, die te prijzen is tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. In Damaskus liet de stadhouder van koning Aretas de stad van de Damascenen bewaken, omdat hij mij gevangen wilde nemen. En door een venster werd ik in een mand door de muur neergelaten en ontvluchtte zo zijn handen. De Bijbelstudie heeft als titel Risico van het vak. De kentekst is vers 26 en 27. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst. Vaak in vaste, in koude en naaktheid. In een eerdere aflevering viel op dat Paulus zo sober rapporteert... over wat er gebeurd is tijdens zijn reizen. Het gaat om wat voor grote dingen God met hen gedaan had. Dat lezen we in Handelingen 14, vers 27. Het gaat om de vrucht, niet om het zaaien. Nu, in dit hoofdstuk... Lijkt het ineens of Paulus zich gaat beklagen over alle gevaren die hij loopt bij het werk in Gods Koninkrijk? Is Paulus van gedachten veranderd? Om deze situatie te begrijpen is het belangrijk de achtergrond te kennen van deze tweede brief aan de Korintiërs. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is dit waarschijnlijk de vierde brief die Paulus aan de Korintiërs schrijft. Er was namelijk nogal wat aan de hand in die gemeente van Korinthe. Allereerst was daar het probleem van de misdragingen op seksueel gebied. Paulus schrijft hen daar een vermalende brief over. We lezen over die brief in 1 Korinthe 5, vers 9. Daarnaast was er ook allerlei foute leer. Het gezag van Paulus is niet langer meer vanzelfsprekend. De eerste zendbrief aan Korinthe is daaraan gewijd. Helaas heeft die brief niet veel effect. Als een laatste klemmend beroep op deze gemeente. Schrijft Paulus een emotionele brief. Daarover schrijft hij in 2 Korinthe 2 vers 4. Die brief wordt wel goed ontvangen. Tegen deze achtergrond moeten we de Tweede Corinthe brief lezen. De misverstanden zijn uit de weg geruimd. Toch is het nog nodig dat Paulus zijn gezag verdedigt tegenover de valse leraars. Het zijn mensen die een hoge dunk van zichzelf hebben. Het zijn de apostelen bij uitstek, superapostelen. Vers 5 van 1 Korinthe 11. Maar Paulus ontmaskert hen als valse apostelen, bedriegelijke arbeiders. Lezen we in vers 13. De Korintiërs moeten niet denken dat Paulus maar tweede rangs is vergeleken bij die superapostelen. Het gaat niet om een mooie toespraak, maar om de ware kennis van God. Als zij zo dwaas zijn om zich te beroemen op allerlei uiterlijkheden... Zal Paulus zich net zo dwaas gedragen als zij? Zo vergelijkt Paulus zich op allerlei gebied met deze apostelen. Zijn ze echte Joden? Paulus ook. Vinden zij zichzelf dienaren van Christus? Paulus is dat ook. Hij kan erover meepraten wat het dienaar van Christus zijn betekent. Paulus weet van het vele werk, maar ook van de tegenstand die je moet ondervinden als je het Evangelie brengt. Hij weet van gevangenisstraf en van allerlei lijfstraffen. De Joden gaven hem het aantal geestelslagen waarvan ze dachten dat het hun voorgeschreven was. De heidenen sloegen hem met stokken. Zelfs het reizen op zich is gevaarlijk. Denk maar eens aan de gevaren in het verkeer. Bijvoorbeeld bij het oversteken van snelstromende rivieren. Aan criminaliteit. Of je nu in de stad, op zee of in de woestijn reist. Overal loert het gevaar. Maar ook mensen vormen een gevaar. Niet alleen de Joden en de Heidenen, maar zelfs ook zij die net doen alsof ze broeders zijn. Maar waarom schiet Paulus nu zo in de verdediging tegen die superapostelen? Die superapostelen vormen een gevaar voor de gemeente van Corinthe. En daar heeft hij de gemeente niet voor over. Zoals een vader zijn dochter aan de bruidegom weggeeft. Zo wil Paulus de gemeente van Korinthe aan Christus voorstellen. Hij wil dat doen als een reine maagd, niet bevlekt met de valse leer van de superapostelen. Het gaat Paulus niet om zijn eigen eer, maar om de eer van God. Alleen daarom roemt hij in zijn zwakheid, zoals we lezen in vers 29. Toen Gijs zijn roeping volgde en zich aansloot bij een organisatie van christelijke ontwikkelingshulp, had hij helemaal niet aan gevaren gedacht. Reizen is mooi en het is bijzonder boeiend om met verschillende. Reizen is mooi en het is bijzonder boeiend om met vreemde culturen in aanraking te komen. Maar van het een kwam het ander. En zo stond hij voor de gemeente in een klein dorpje in het midden van Pakistan. Een regio die bij de lokale bevolking berucht is vanwege de aanwezigheid van terroristen. Gijs ziet de gezichten voor zich van zijn vrouw en kinderen thuis in Nederland. Had hij dit wel moeten doen? Maar dan concentreert hij zich op de tekst van zijn preek en de Bijbel die voor hem ligt. Broeders en zusters, ik zie het als een voorrecht vandaag in jullie midden te zijn. Ik wil jullie bemoedigen vanuit het woord van God. Hoe moeten we dit gedeelte uit de brief van Paulus aan de Corinthiërs nu vertalen naar onze tijd? Het staat er dan toch maar: Dina van Christus stelt zich bloot aan allerlei gevaren. Daaraan kunnen de Corinthiërs blijkbaar zien dat Paulus een echte knecht van God is. Uit bovenstaande bijbelstudie blijkt eigenlijk al een deel van het antwoord. Paulus geeft zelf aan hoe dwaas het is om op die manier te spreken. Het is een reactie op anderen die zo dom zijn om op basis van uiterlijkheden zichzelf boven anderen te verheffen. Een ander antwoord geeft de speciale roeping van Paulus. De Heere zei direct al tegen Ananias: Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Dat lezen we in handelingen 9, vers 16. Hieruit blijkt dat een dergelijk lot niet voor iedere christen is weggelegd. Ook was reizen in die tijd veel gevaarlijker dan tegenwoordig. Een schipbreuk kwam in die dagen veel vaker voor dan vandaag de dag, een vliegtuigcrash. Maar hoe zit het dan met gevaren als je een roeping hebt? In Nederland hebben we de ARBO-wetgeving. Werkgever en werknemer zijn beide verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Dat is de wet, waaraan we ons ook als christenen moeten houden. Die wetgeving past ook bij een voluit bijbels uitgangspunt dat we onszelf en anderen niet moedwillig in gevaar moeten brengen. Dat betreft niet alleen acuut gevaar, zoals brand, maar ook sluimerende gevaren, zoals gewrichtsklachten bij een verkeerde houding achter de laptop. Als je naar het buitenland gaat, is dat Bijbels uitgangspunt niet anders. Toch kunnen er daarbij spanningsvelden ontstaan. Wat moet je doen als je noodhulp geeft aan vluchtelingen in een oorlogssituatie? Wat moet je doen als zendingsteam wanneer buitenlandse zaken het advies geeft om het land te verlaten vanwege onlusten? Een belangrijk principe is dan dat het gevaar dat je loopt in verhouding moet zijn tot het doel dat je verblijf ergens dient. Als handelaar in tweedehands auto's die je land te verlaten zodra dat geadviseerd wordt. Ben je betrokken bij de noodzakelijke medische zorg aan vluchtelingen? Dan probeer je op een verantwoordelijke manier je vertrek zo lang mogelijk uit te stellen. Praktische zaken als veiligheidsbeleid, evacuatieplannen en communicatie met anderen behoren dan goed geregeld te zijn. Beslissingen hierover neem je niet alleen, want jouw beslissing heeft gevolgen voor anderen. Maar is er dan niet zoals bij Paulus verband tussen het lopen van risico's en het dienaar van Christus zijn? Jazeker is dat het geval. Maar dat betekent niet dat je geen veiligheidsmaatregelen treft. Wel dat je gehoorzaam en trouw bent. Zo nodig tot in de dood. Filippenzen 2 vers 5 tot en met 8. Als Gijs na een paar weken weer veilig thuis is, gaat hij het gesprek aan met zijn werkgever. Hij wil wel meer weten over het veiligheidsbeleid van de organisatie. Dat komt ook omdat zijn vrouw wel erg geschrokken was toen Gijs vertelde waar hij in verzeild geraakt was. Hoe ver moet je gaan in zo'n situatie? Gijs kan wel wat praktische tips daarover gebruiken. Je hebt geluisterd naar Op Koers, een serie over Gods plan in je leven, maar je beroepskeuze, het volgen van je roeping en vragen en problemen die er rond dit thema kunnen zijn. Deze aflevering was het tweede deel van een reeks van drie met als thema moeilijkheden. Het onderwerp van dit tweede deel is gevaar. Op koers is een productie van TWR. Heb je vragen over deze serie of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar studio@twr.nl. Wil je meer weten over dit onderwerp? Luister dan naar het volgende deel. Dat gaat over conflict. Ontdek meer van onze podcasts op www.nl/podcast.